bent die ex van Vanessa. Ja, dat ben ik. Die jij hebt afgepakt voor mij. Hier, jong. Deze. Wat doet die al? Ah, joh, wat fuck, joh. Ja, jij pakt me vooral op deze kut gekregen. Ah. Oh shit, wat heb ik gedaan? Ik moet hier snel weg. Oké, ik ben tot een beslissing gekomen. De 5 jaar wordt ingekort tot 2 jaar. Wat? En meneer De Water en zijn rijbewijs wordt voor 15 dagen ingetrokken. Rechtszaak gesloten. Snel, ze mogen mij niet pakken. Kom op, snel, ze pakken! Laatste nog eens slagen! Ik moet nog steeds denken aan de traatje van de baas. Ik moet echt dat. Kom snel, stap in! Oh mijn god! Stap in! Hoe moet je daarmee? Waarom neemt je me mee? Ja, je moet me redden. Ik zit helemaal vast. Oh nee. Alle politie zit achter me aan. Dit gaat zo slecht aflopen. Oh nee. Hallo beste kijkers, we staan hier ter plekke waar de pas veroordeelde moordenaar Johnny R. De Vries gevlucht is. We spreken hier met de nieuwe commissaris van de politie. Hallo. Hallo meneer de commissaris. Zag iemand bij meneer R. De Vries instappen? Hebben jullie enig idee wie dat kan zijn? We hebben helaas geen idee wie het is. Er waren ook geen getuigen. Dus dit spoor loopt dood. Oké. Nu praten we met de rechter die Johnny R. De Vries heeft veroordeeld. Goeiedag meneer. Hallo meneer de rechter. Vindt u dat meneer De Vries dit heeft gedaan omdat hij een te hoge straf kreeg? Ik denk het niet, meneer. Zijn straf was veel te mild voor wat deze jongen gedaan heeft in zijn leven. Oké, bedankt voor uw tijd. Bedankt, beste kijkers, om goed te kijken. Wij houden jullie op het nieuws. En denk eraan, nooit slechte dingen doen. Maar baas, waarom heb je me mee naar hier genomen? Jij wordt de nieuwe baas van een busbedrijf. Ik heb al een videoboodschap gestuurd naar het bedrijf zelf, dus iedereen weet ervan. Ik? Waarom ik? Ik werk hier net 2 weken. Ja, jij leek me gewoon het vertrouwdste en ja, ik kon u alleen vinden, dus ja. En wat gaat jij dan doen? Gaat je jezelf laten arresteren? Nee, ik ga zelfmoord plegen. Wat? Nu? Nee, dat kun je niet doen. Nee, stop hiermee! Nee, dat kun je niet doen! Stop hier alsjeblieft mee!
Nee, niet doen. Niet doen. Nee, nee. Oh, ik wil het niet zien. Oh, ik moet hier weg voordat ik in de schuld zit. Ah. Nee, baas, kom eruit. Kom eruit. Kom uit het vuur. Oh nee, ik zat zelf in de weg. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Ik heb hier niets meer te maken. Ik moet hier nu weg. Oh mijn god. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Ik ga... Oh nee, wat moet ik doen? Oh nee. 3 days later. Hallo allemaal. Wie bent u? Hallo. Wie bent u? Ik ben de zoon van meneer R. de Vries. Hij heeft mij een videoboodschap gestuurd dat er een nieuwe baas moet komen. Wie wacht daar dan? Wie? Meneer Vermalen. Wat? Ik? Gefeliciteerd hoor. Ik ben echt heel blij voor jou. Dankjewel iedereen, dankjewel iedereen. Ik ben er nu zeker wel of niet gekleed uit als een echte baas. Ja, ik zou zeggen, begin maar aan jullie ronde dan, hè. Want time is money in the business, hè. Hij is zo dus begaan in zijn leven, maar zots, God zal dat goed maken. Waarom heb jij ons verlaten? Oh, enige deelneming. Enige deelneming. Enige deelneming. U bent toch de vrouw van meneer R. de Vries? Of bent u haar aan het troosten? Dat is goed. Ik ben er even aan het troosten. Oké. Dat is zo erg voor haar. Enige deelneming. Beste zoon van meneer R. de Vries. Ze zijn uw moeder aan het troosten, hoor. Het gaat wel. Laat het maar. Zelfmoord gepleegd. Zelfmoord? Oh nee! Echt! Oh nee! Wat zou je dat doen? Ja, nou, meneer de Vries, ja. Ja, dat is echt erg. Hey jongens. Ja? Je moet eens opbiechten. Er wordt gezegd dat meneer R. de Vries 3 miljoen heeft verstopt hier, ergens in de stad. Wat? Wat? En zijn wij de enigen die hier iets van weten? Ja. Dan gaan we dat op onderzoek uit, dan gaan wij die 3 miljoen zoeken.